over mij. Vanavond weer een vlog voor jullie. Ik ben op stal. En ik ben ook niet alleen op stal. Ik ben namelijk samen met Lisa. En Lisa en ik gaan vandaag samen de paardjes doen. We zijn vandaag de hele dag hier. En we hebben heel veel plannen. We willen namelijk onder andere wat video's gaan opnemen. Omdat dat de laatste tijd niet echt veel gelukt is. Nou, we gaan vooral vloggen. Ik wil grondwerk met Nerf gaan doen. En ik wil een vrijheidsdressuurvideo opnemen. En misschien nog wel wat andere video's. En Lisa gaat me vandaag helpen. En we gaan misschien ook nog een video maken dat Lisa les krijgt van mij op Marron. Als dat lukt vandaag. Maar we moeten vandaag nog een hoop doen hier, hè? Ja. Ja. En de stallen die zijn ook nog niet gedaan. Nee. Dus die moeten we ook nog eventjes doen. Maar we gaan denk ik eerst even een vrijheidsdressuurvideo opnemen. Dan gaan we Nerf even halen uit de wei. En daarna gaan we hem even poetsen. Dus wij gaan nu zo Nerf even halen. Even poetsen. En dan gaan we even lekker vrijheidsdressuur doen. En dat gaan we dan even vloggen. Ik wil kijken of ik een video kan maken over hoe je een jambet aanleert bij een paard. Alleen Nerf kan het natuurlijk al. Dus misschien pakken we daar dan mijn ronde nog wel bij. Om te kijken of dat we hem kunnen aanleren. Maar wij gaan nu eerst Nerf even halen. En daarna gaan we de stal even doen. Want die is hoog nodig, want ja, dat hebben we nog allemaal niet gedaan. Dus zijn we zin in, Lies? We hebben Nervion eventjes binnengezet. Het waait wel heel hard. En Lisa gaat even de poetskist pakken. Want Lisa gaat Nervion even poetsen. Nee, ik ga filmen. Oh, jij gaat filmen, ook goed. Want Nervion is best wel vies, maar we poetsen hem alleen even bij zijn hoofd. En op de vieze plekken, want in de winter poetsen is namelijk heel slecht. Dus Lisa gaat denk ik even filmen en dan ga ik even poetsen. Nou, Nervion staat eventjes daar. We hebben hem net gepoetst. En we gaan nu even een goede plek vinden om te filmen met deze tripod. En het waait heel erg hard. Ik hoop dat we straks wat gaan doen onder de video. Hij zit daar al te wachten. Maar we moeten dus even een plek vinden waar ik dus iedereen het goed kan zien. En waar ik dit ding kan bevestigen. En Lisa die gaat even dus helpen. Dus ik even niet even. Oh ja, het hek. Dat is wel slim. Lisa is een hele goede assistente. Zo. Toppie! Gedaan. We waren bezig met een poging om een video erover te gaan maken. Alleen de wind is zo hard dat je dus helemaal niks hoort. En het waait heel hard. En ja, Lisa die weet nog niet zo heel goed hoe je moet filmen. Dus dat ben ik haar een beetje aan het leren.
Dus, en ze had het koud gekregen, dus het werkte allemaal niet echt mee. Dus de vrijheidsgezuurvideo die ga ik een andere keer maken, want het waait gewoon te hard en ik heb ook geen microfoontje mee. Ik ga nu even het touw heb ik gepakt, want ik ga Nervy even uit de bak halen. Hij staat daar nog en ik heb even zijn normale hals omgedaan, want ik heb dus net ook wat vrijheidsgezuur met hem gedaan. En straks wil ik nog even wat grondwerk doen. Wij kunnen ook trouwens een nieuw kunstje met Nerf. Nervy kan nu shake. En dat is best wel een makkelijk kunstje om aan te leren. Zijn eerste kunstje dat hij ooit heeft aangeleerd is een jambet. Dat is best wel apart. Dat is best wel een groot trucje al. Maar hij kan dus nu shake. En dan kun je dat zo even laten zien. Als jullie me weer horen. Want de wind is echt heel erg hard. Maar het is dus echt heel erg leuk dat hij nu shake kan. En we zijn hem steeds wat nieuwe dingetjes aan het leren. En ik ga nu ook niet meer met snoepjes werken. Dat heb ik wel besloten, want hij wordt er echt heel happerig van. Ik geef hem alleen snoepjes met de aanleerfase. Dus met het leren van een nieuw trucje. En Nervy staat hier. En want anders wordt hij namelijk gewoon heel erg happerig. Dat merk ik echt. En als ik zonder snoepjes werk, dan is hij gewoon veel minder happerig en bijterig. Want hij is gewoon heel gefixeerd op snoepjes. Dus dan kan je beter maar even niet met snoepjes werken. Gewoon met beloning, maar qua stem. Dus ik ga jullie even laten zien dat hij een shake kan. Shake? Shake? Ja, goed zo. Nog een keer. Shake? Shake? Nervy? Goed zo. Ik heb net even wat gegeten binnen bij mijn opa en oma. Mijn moeder en mijn ouders zijn alweer terug. Dus ik had nog niet verteld, maar die waren een weekendje weg. Dus ik heb nu 2 dagen de paarden helemaal zelf gedaan. En ik ga nu alleen Nerf stallen, maar mijn moeder wil Sander stallen en Tamara gaat mijn hondenstal doen. Even kijken hoor, nee. En daarna gaat mijn moeder of nog even op Nerf rijden in de bak. Of ik ga nog eventjes wat grondwerk doen. Eén van de twee, maar ik weet nog niet precies wat. Maar ik ga nu eerst even beginnen met de stal schoon te maken. Nou, mijn stal is klaar. Ik heb hier hooi, ik heb er vers stro in gedaan en heb lekker fiber aan. En ik ga nu met Nerf even grondwerk doen. En Tamara die brengt Sander even naar buiten. Nou, wij zijn net klaar met grondwerk. We hebben dat niet gefilmd omdat ik niemand had om te filmen. En om een camera zomaar ergens neer te zetten werkt ook niet altijd. Omdat je de hele bak doorgaat. En Nervy is aan het socializen met Does. De volgende keer als ik weer grondwerk ga doen, dan ga ik wel even kijken of iemand het kan filmen. Ik heb nu van vandaag vrijheidsuur en grondwerk gedaan. Dus wij gaan nu even een beetje afzadelen. En dan ga ik hem in de wei zetten en dan ga ik zo weer naar huis toe. En want de rest is niet zoveel meer te doen. Ik heb net stal gedaan. Ik heb Nervy gedaan. En dat was eigenlijk wel een beetje wat ik echt wilde doen vandaag. Dus ja. Ik heb net even besloten dat ik Nervy zijn manen even een stukje wil bijknippen. Of tenminste de puntjes en zijn beenhaar en zijn baard. Want dat doe ik normaal altijd. Maar doordat het heel koud is geweest dacht ik van ja weet je laat maar. Maar het is nu alweer echt heel lang aan het worden. Dus ik denk dat we dat misschien even kunnen doen. Want ik heb nog heel veel tijd over. En anders verveel ik me hier een beetje. Dus dat ga ik nu even met hem doen. Dus we gaan even jou mooi maken, Nerf. Nou, Nervy staat weer terug. En ik heb zijn haar en zijn manen helemaal mooi gemaakt. De staart, deze is natuurlijk helemaal uitgepluist. Ik heb er lekker een stukje afgehaald. Zodat het weer gezond aan kan groeien. En zijn manen heb ik weer een beetje bijgeknipt. Niet heel veel, gewoon een beetje de puntjes. En voor de rest heb ik alleen zijn sokjes gedaan. Zijn beenhaar niet, daar heb ik niet genoeg tijd meer voor. Dus alleen zijn sokjes. En zijn voorpluk die knip ik eigenlijk nooit. Dus ja, dat is het enige wat ik dan doe. En mijn hond is lekker vies, zo te zien. Nou, Nervy. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren hieronder. En vergeet zeker geen leuke reactie achter te laten. En tot de volgende keer. Doei!